Gaan we even wat minuten doen. Het is wel opvallend dat er zoveel zijn, dus iedereen wil wel zeker weten dat hij weg is. Maar anders komen er nooit zoveel. Evenveel ambitie. Dus Jos, bel veel met Jeroen. Weet hoe die binnenkomt bij al die kanalen, zou ik zeggen. En bij deze in ieder geval wens ik je heel veel plezier. En Jeroen wil dat symbolisch ter uitdrukking brengen. Ik denk dat jij ook weer een fantastische groep gaat krijgen, want ik zal dat vanavond ook nog wel benadrukken. Wat hier is ontstaan, dat is denk ik uniek. Zoveel mannen, maar ook in die korte tijd zoveel dames. Maar niet alleen vanwege het voetbal, maar ook hoe we met elkaar omgaan en hoe hecht wij zijn geworden. En ik ga je één ding zeggen. Zij moeten van jou gaan genieten, maar ga ook zeker genieten van de Heracles Goldstars. Want dit is gewoon een unieke groep en ik wens je heel veel plezier. En bij deze... Zijn jou echt Goldstars? Dit is wel even het moment, hè? Even weten of onze aanbevelingsbrief naar Lim, of die nog geholpen heeft. Nou, ik kwam erachter dat er heel veel taalfouten zaten. De Goldstars van Almelo hebben een nieuwe trainer. Goldstars is walking voetbal. Jos van der Veen, jij bent de nieuwe trainer van de dames en de heren. Welkom in Almelo. Dank u wel. Dank u wel. Hoe komt iemand ertoe om walking voetbal als trainer te benaderen? In dit geval ben ik benaderd door de walking voetbal gasten. En, mijn voorganger Jeroen Burghout, die ken ik goed. We zitten in hetzelfde circuit. Hij was dit jaar hoofdtrainer bij CSV Apeldoorn. Waarbij ik hem tegen ben gekomen als hoofdtrainer van DZC. Vorig jaar hebben we elkaar al gezien als hoofdtrainer van DETO. Heb ik hem ook leren kennen als hoofdtrainer van CSV. Dus via dat circuit ben ik hier ook terechtgekomen. En de heren die hier voetballen, waaronder mijn assistent trainer bij DZC op het moment, die ken ik natuurlijk goed. Betekent dus dat jij al vrij hoog hebt gezeten in het amateurvoetbal. Wat bezielt je dan om over te stappen naar het walkingvoetbal? Het is niet een volledige overstap. Walkingvoetbal vindt plaats op de woensdagochtend. En daardoor kan ik mijn andere beroep nog zeer zeker beoefenen. Ik vind het een ontzettende uitdaging om te gaan werken met deze leeftijdsgroep. Omdat... Fijne ploeg hebben wij, de damesploeg. Dat toch wat nieuws is voor mij. Weliswaar ben ik betrokken geweest bij de opzet bij FC Twente van de walking voetballers. Alleen een heel seizoen met deze gasten werken heb ik nog nooit gedaan. Dus dat is voor mij de uitdaging die erin zit. En ik denk ook dat het goed is voor je persoonlijke ontwikkeling om met allerlei leeftijdscategorieën in aanmerking te komen of in aanraking.